Hoor je hem al, Ivan? Oh god, ja. Wij zijn... Pak de vragetjes er weer bij. Ik heb hier nog nooit een vraag goed gehad. Oké. Het is heel simpel, Jordens. Niet te winnen. Dit is de allermoeilijkste en leukste voetbalquiz van het Nederlandse internet. Ja. Maar waar speelt hij? Samengesteld door onze enige echte eigen Bruce. Dat is de stagiair. De neefje van Ivan Tol. Oh ja, van de stagiair. Oh! Oh, wow. Oh, wow. Zie die glimlach. Oh, dit is echt, dit is live. Het is echt eigenlijk dom dat ik het niet even heb gevraagd. Hoe dit je hebt me niet toevallig even. Ja, okay. Ik vertrouw er nu al geen reet meer van. Nee, ik vind het ook heel fishy nu. Die hebben gisteren op een of andere verjaardag even het lijstje doorgenomen. Onder een viaduct ergens in de wind. Ja, ik kies voor Ivan nu. Ja, dat ben ik met Jordens. Wij zijn het team, dus wij mogen één keer gokken. Je ziet de foto. Ja. Waar speelt hij? Ja. Oh, en dit is voor het gesponsorde voetbalculture bier. Kennen jullie dat? Kennen jullie dat? Heel echt lekker, heerlijk bier. Als je alle andere bieren... Nou, kom maar mee. Gooi die eerste er maar in. Dario Cvitanić. Nu zeggen! Alle... Nee! Pachuca in Mexico. Nee, dat is niet eens in de buurt. Nou, wat denk jij? Je kan het zwemmen. Speelt hij niet in Amerika? Ja, dan god maar. Wie? Waar? Speelt in Amerika. Ja. Hoeveel club hebben ze daar? New York. Houston Dynamo. Nee, ook niet. Wat is het? Dynamo. Kom op. Jij bent niet. Het is Miami FC. Okay. Oh, Beckham's een clubje. Ja. Oh, ja. Volgen jullie dat überhaupt? Ze begonnen, hè? Vind je dat interessant? Ja, echt een mooi goal. Die 2-0. Dat interesseert mij helemaal niet. Ik word er wel een beetje moe van hoe een wereldgoal in Amerika altijd wordt gehyped alsof dat echt iets... Ja, dat is net alsof je in de vierde klasse in de kruising geschoten. Een beetje wel, ja. De vierde klasse. Laten we door. Lars Hutten. Fortuna zit dat. Dat is juist en correct. Lekker zeg. 1-0. Hey, Ivan, was hij begonnen, hè? Ja, ja. Hij doet het toch wel, Ivan? Of, Ja, nou, laten we even testen. Ivan? Ja, nee, hij heeft net al gedrukt. Hij heeft al gedrukt. Nee, gooi die volgende nummer in. Jacob Mulenga. Moet je weten, Rison. Oh ja, ik weet het ongeveer. Jij als Utrecht... Ik keur als je twee van de drie woorden goed hebt, Nee, goed. Nee, ik zei... Ja, ik wel. Het land, zeg eens het land maar. Zeg maar. Het is in China. Correct. En het is de tweede divisie. En het is... Twee van de drie. De Guangzhou Blue Wings, weet ik veel. Ja, dat is Ik zou je graag punten willen geven, maar het is niet goed. Tegenpartijen, wil die er nog iets van zeggen? Nee, ik heb de Chinese tweede divisie. Zal ongetwijfeld wel veel kunnen verdienen. Ja, ja nee, deze bankrekening. Het is Ji Huzhang Everbright. Oh, Everbright, ja. Okay, dat is niet opgevuld, man. mooie league. Ben Sahar. Speelt bij Birisheva. Zo? Israël. Ja, zo? Netjes. Oude teamgenoot, hè? Dus, ja. Nice. Raad, Ivan heeft gelijk. Ivan, heb je het echt eerlijk gespeeld? Je had beter gewoon even vals kunnen spelen. Ik denk dat de familiebanden zo meteen... Ja. Of Bruce heeft een pesthekel als oom. Ja. Dat kan ook. Maar allemaal verkeerde... Ben jij een oom die nooit geld geeft voor zijn... Verkeerde antwoorden gewoon doorgegeven. Nou, gooi maar in, hoor. Ja, ik heb er nog één. Wieger Sietsema. Hé, mijn bel is kapot. Ping. Ja, ik heb de bel gesloopt. Zeg het maar, Jean-Paul. Cambuur Leeuwarden. Nee. Ik vind Wieger Sietsma wel bij uitstek een Cambuur. Ja, dat is nog een club daar. Of die andere in het noorden. Nee, jij mag niet. Ja, nee, maar ja. Nee, wie is de scheidsrechter dan? Want hij knikt van, ga maar. Jordi is de scheidsrechter. Ja. Oké, ja, ga maar. Ik wist de teamverdeling niet meer. Ga jij naar FCM? Nee. Nou, nu staan we... FC Groningen. Nee. Jezus! Nee. Dus nou, er is nog één over. Nog één in de streek. Nee, mag jij. Het zal het Heerenveen zijn. Ja, zeker. Je nieuwe club. Heel goed. Ja, volgens mij hebben we er nog één. Hij doet het weer. Ja, de laatste. De laatste. We hebben al gewonnen, toch? Harmeet Singh. Nou, zeg maar. Ivan, kom er maar in. Ja, die heb ik nog zien voetballen tegen AZ, toch? Nee, tegen Ajax. Ja. Molde. Ja nieuw. Hij had gedrukt, maar dus... Fijn dat jullie... Volgens mij heb je verloren, Ivan. Dat ik even komen. Maar het was Molde inderdaad. Normaal zijn die, die voetballers zijn over het algemeen wel goed. Ja. Eerlijk. De journalisten laten meestal afweten. Is mijn eerste Nederlander gewonnen? Ik weet het niet. Ik vond het spannend. Het was spannend.